Welkom. Leuk dat je kijkt naar de Dutch Food Week Kickstart Show. Vanuit de prachtige locatie, de Brightland Campus Greenport Venlo, presenteren we je vandaag 9 verschillende agri-food ideeën. Wij maken dit programma in samenwerking met GroenPact College, aansluitend op het programma Food Connectors van de Toekomst. Dat doen we om de aantrekkelijkheid rondom de groene sector te vergroten, maar ook de relatie tussen boer en burger. Maar welk idee is vandaag baanbrekend? En veel belangrijker misschien, wie gaat er vandaag winnen? En dat kan ik toch echt wel met een gerust hart zeggen, want ik heb hier een aantal prachtige checks tegenover me liggen. 4 prijzen. We beginnen met de aanmoedigingsprijs. Alle prijzen worden voorzien van 1,5 uur sparren met 1 van onze panelleden. Dan gaan we naar 1000 euro en dat spannend moment. 1500 euro en tot slot zelfs 2500 euro inclusief het sparren. Dus misschien dat jouw idee na vandaag wel echt het idee van de toekomst is. Nou, 1 groot geluk. Ik ben niet degene die daarover gaat beslissen. Daarvoor heb ik een heleboel mooie panelleden uitgenodigd. En ik wil graag beginnen met de eerste dame in ons gezelschap. Saskia Goedgeluk, welkom. Directrice van de locatie waar we nu aanwezig zijn. Ik zei al, een goed idee is belangrijk, maar ondernemerskwaliteiten zijn dat ook. Is dat misschien iets waar je op gaat letten vanmiddag? Ik ga op ondernemerskwaliteiten letten. Ik ga kijken hoe het zich ontwikkelt voor de toekomst. Kunnen we ermee vooruit in de toekomst? Gaan we een probleem oplossen wellicht? Dus dat soort zaken ga ik naar kijken. En omdat we op een campus zitten, wil ik ook graag weten hoe graag men wil samenwerken met elkaar. Dat vind ik ook een belangrijk. Mike Vermeer, aanwezig vanuit Royal Zuun. Moederbedrijf van 5 grote bedrijven, maar onder andere het welbekende Avico. Jullie streven naar meer plantaardig ondernemen of eigenlijk een plantaardige toekomst. Is dat vanmiddag ook belangrijk? De toekomst is plantaardig. Hè? Dat mag dat duidelijk zijn voor alles en iedereen. Hè? Daar zit de groei en daar zit ook voor ons bedrijf de groei. En daar ga ik natuurlijk vandaag ook goed op letten. In welke mate de waardeproposities toekomstgericht zijn. En hoe schaalbaar ze zijn. Dat is ook waar Cosin voor staat. Wij zijn goed in, gebleken in het opschalen van klein naar groot. Dat doen we met 5 bedrijven. Daar is veel ervaring op gebouwd. Dus we gaan met die expertise ook kijken naar de mooie, jonge, frisse ideeën die voorbij komen. Jan Klerken is al meer dan 40 jaar actief in de champignons vanuit Shelta Mushrooms. Dagelijks een breed assortiment dat wordt geleverd over de hele wereld. Maar wat is na zoveel jaren ervaring nou de gouden tip? Durven dromen en uitvoeren. Dus ja, ons DNA is toch meer van het dare to share. Dus dan krijg je, als je veel geeft, krijg je veel binnen. De andere kant is, de pilaren waar het bedrijf op staat is smaak, duurzaamheid en gezondheid. Dat doen we nu al 20 jaar eigenlijk, is ons credo. En daar zal ik ook zelf heel sterk naar kijken bij de beoordeling. Lianne de Bie vanuit Slow Food Youth Network. Jullie vinden jongeren ook een onmisbare schakel in het voedselsysteem. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jonge mensen met goede ideeën op deze manier een podium krijgen, gezien worden en ook zo gestimuleerd worden om dus inderdaad ook te durven en te durven dromen voor bijvoorbeeld een eigen voedselonderneming. En de volgende heer in ons panel is Sjors Kruiper, directeur van Royal Fruit Masters. In 100 jaar tijd zijn jullie uitgegroeid tot het verlengstuk voor de teler. Ja, dat klopt. 100 jaar ondernemen met heel veel mooie telersgezinnen. En dus dat is toch ook wel waar ik vooral op ga letten, op het ondernemerschap. In combinatie met innovatie, want er zitten hele mooie dingen tussen, heb ik gezien. Maar ondernemerschap is wel iets waar ik vooral naar ga kijken. Maar tot slot, nog helemaal verstopt achterin ons panel, de heer Ruud Sanders, medeoprichter van pluimveehouderij Kipster. Kipster maakt het duurzaamste ei ter wereld. Is duurzaamheid ook een van de speerpunten van vanmiddag? Ik denk dat zeker als we naar jonge mensen kijken met nieuwe foodconcepten, dan is dat volgens mij een wezenlijk onderdeel. Een niet duurzaam foodconcept, dat bestaat niet meer, dan wel mag nooit meer de markt in, volgens mij. De eerste pitchers staan al helemaal klaar, of zitten al helemaal klaar. Ik laat me verrassen. En zij zijn van Rotter Fish, dus ik wil jullie of jou graag het woord geven. Ik was gisteren bezig om een curry te maken. Ik had een Fairtrade curryplace gekocht en ik wou eigenlijk een groene curry maken. Maar toch miste ik iets.
En ik heb de laatste 2 jaar veel chefs gesproken voor mijn werk. En eigenlijk ook de laatste weken ben ik bezig met consumentenonderzoek. Want ik ben niet de enige die dit allerlaatste probleem heeft. Overvolle keukenkastjes, maar niet dat ene perfecte flesje, die ene perfecte saus. Maar stel je nou eens voor dat je één flesje hebt met het beste van sojasaus, vissaus, trassie en maggi in één. Nou, ik ben Pieter en ik heb Food Commerce Technology gestudeerd in Amsterdam. En ik heb een oplossing voor het probleem. Dit is een vis. En dit zijn ook alle onderdelen van een vis die niet worden gebruikt. Er wordt wel 491 miljoen vis per jaar gevangen. Vanuit het bureau van CBS, van het Centraal Bureau van Statistiek. En wel 40-60% van de gevangen vis wordt niet gebruikt. En dat wordt gezien als zij een reststroom. Maar ik heb een visie, want ik wil in 2026 20 ton vis redden van de afvalbak. Want met hetzelfde gemak gooi je het in een fermentatiebak. Ik heb namelijk een zeecontainer omgebouwd tot een fermentatielab. En die hoogwaardige eiwitten die nu niet worden benut, met mijn business case kan ik meer waarde creëren aan de vissers. Ik heb de laatste 6 maanden eigenlijk heel veel testen meegedaan. En Saskia noemde net ook al over de samenwerkingen. Ik heb een samenwerking nu op dit moment met Sweet Zeevis uit Rotterdam. En met hun visresten ben ik verschillende vissaus aan het fermenteren. Dat doe ik niet alleen met de visresten van Smit, want ik gebruik ook koji. Koji is eigenlijk een wondermiddel in de fermentatiewereld. Zij kunnen zetmelen omzetten in natuurlijke suikers. Aminozuren, de eiwitten worden omgezet in umami-rijke aminozuren. En vetten worden omgezet in heerlijke vetzuren. Wat uiteindelijk dus op een heerlijke saus uitkomt. Ja, nu heb ik één grote droom. En dat is de brouwketel van 1000 liter te kunnen kopen. Hij is nog helaas een beetje te duur. Dus de eerste volgende stap is om de brouwketel van 50 liter te kopen. Want dan zou ik over 6 maanden jullie allemaal en 200 andere mensen een heerlijk flesje gefermenteerde saus kunnen aanbieden. Ja, dus met jullie hulp en jullie expertise kunnen we eigenlijk samen een heerlijke circulaire vissaus op de markt brengen. En dat is dan voor mijn groene curry, maar ook voor vele andere gerechten. En dat is fermentering lekker. Nou, om te beginnen een mooi wervelend, energiek verhaal. Hè. Daar begint het natuurlijk mee. Dat is denk ik de basis van een goede start-up. Hè. Een gemotiveerde ondernemer. Nou, zo komt dat wel over via de pitch. Hoewel we natuurlijk online zijn, virtueel op afstand, creëer je toch dichtbijheid. Hè. Dus dat is denk ik een klasse. Ik zou zeggen, het is spot on hè, als het gaat over de waardepropositie of de value proposition, hè, zoals dat in terminologie heet. Het is circulair, steeft af op een korte keten. Hè. Je vissaus voor de Europese markt, dat hoeft dus niet meer uit het Verre Oosten te komen. Het is een smaakmaker in de keuken, de Oosterse keuken wordt steeds populairder. Hè. Ik denk dat gelet op de waardepropositie, dat daar een heel kansrijke niche propositie is. Hè? Dus dat staat wat mij betreft. Ik ben zeer benieuwd hè, naar dat plan om op te schalen. Want we hebben het nu over een handvol liters. Hè? In 2026 20.000 kilo vis verwerken. Volgens mij kan daar wel iets meer ambitie bij. En ik ben heel benieuwd waar dat aantal vandaan komt. Is dat de beperking van de container of is dat de beperking in de markt, Pieter? Wat kun je daarover vertellen? Kijk, hoe we het nu hebben bekeken eigenlijk is, we hebben verschillende fermentatiekasten. Dus daar doen we eigenlijk ook onze testen in. En wat ik dus schetste is, het containermodel wat we nu hebben, dat kunnen we makkelijk opschalen. En dat is ook makkelijk toepasbaar op andere. Dus die 20 ton hebben we eigenlijk toen terugberekend naar hoeveel kunnen we in 5 jaar ongeveer maken. En het was eigenlijk een beetje een rekenkundige berekening waardoor dus onze visie er is. Maar ik denk ook zeker dat het nog meer kan zijn. Zeker waar, ja. Mijn advies zou zijn om te redeneren vanuit de markt en niet vanuit de container. Dus probeer te denken in de kansen die er in de markt ligt. En dan komen die containers of andere oplossingen, die komen daar wel achteraan. Dus ik zou zeggen, werk het verder uit. En er ligt een mooie basis.
zorg voor een testmarkt. En volgens mij heb je die in het multiculturele Rotterdam ook heel dicht bij huis om te vinden. Dus ik zou zeggen, maak stapjes en maak het waar. Wij gaan meteen door met de volgende dames in dit geval die een pitch willen laten horen van Choco Shots. Goedemiddag. Goedemiddag, wij zijn van ChocoShot. Mijn naam is Floris Tijman en mijn medepresentator is Noortje Looyinga. En wij presenteren hier ons idee, de ChocoShot. We wilden even inhoudsopgave geven. Allereerst vertellen we wat over jong ondernemen. Daarna ons idee, smaak en uitwerking en als laatste het resultaat. Ons idee kwam uit het keuzevak jong ondernemen. We hebben daar met een groepje van 6 aan gewerkt tijdens onze opleiding. En ja, we vonden het zo'n goed idee. En docenten waren erg enthousiast. Ja, het vak liep fijn. Fijne samenwerking. En we hebben ook flink wat geld opgebracht. Ja, vandaar dat we dit wilden delen. Ons idee is eigenlijk een bonbon met een alcoholparty erin. Dan moet je denken aan wodka, rum, alles wat je eigenlijk in de kroeg achterover slaat als een shotje, maar dan in een bonbonvorm. Onze producten zijn gemaakt met hoge kwaliteit chocola, handgemaakt en geheel met zorg en aandacht geproduceerd en afgewerkt. Zoals de foto gezien, helemaal handgemaakt. Wij adverteren onze producten meer als een jongerenproduct. Dat was ook in het begin ons idee als jong ondernemer. We willen een bonbon, een shot. Denk je automatisch aan jongeren. Uiteindelijk is wel gebleken dat zelfs ook de oudere generatie, moet je denken aan de 40ers tot de pensioenleeftijd, vond ons product ook geweldig leuk. En daarom hebben wij eigenlijk wel gestreefd naar een hoog kwaliteit product. Eigenlijk was ons idee om het te verkopen in de kroeg. Maar ja, de corona heeft het een beetje roet in het eten gegooid. En daarom zijn we toch gekomen op het verkoop van particulier. Dus zijn we er toch wel achter gekomen dat het product ook wel wordt gekocht als een presentje of voor een speciaal moment. De verkoop ging geweldig, want daarom staan we ook hier. Er staat bij van de kersenbonbons. Ja, dan moet je denken van, oh ja, alcohol is ook bekend als de kersenbonbon. Of gewoon een bonbons bij de duurdere chocolatiers. Wij wouden eigenlijk, daarom was ons idee er ook een beetje gekomen van, joh, alcohol en een bonbon denk je wel meteen snel aan luxe producten. Maar wij wouden het toch gewoon een beetje laagdrempelig houden. Want waarom kan het ook niet met een leuke, spannende vulling zoals met wodka of met rum bijvoorbeeld. Daarom hebben we de ChocoShot toch wel wat laagdrempelig gehouden, maar toch wel de kwaliteit hoog gehouden, waardoor we toch wel een mooi product hebben kunnen neerzetten. Wij hebben een doosje, als de bovenste foto hebben we uitgebracht. Hebben we 4 smaken hebben we uiteindelijk verkocht. De Wodka Shot. Dit is een vulling met een zachte ganache, wodka en gegarneerd met chocola. Deze bonbon heeft een alcoholpercentage van 3,5%. De Kokos Shot is een vulling met kokosras, met boswandeling, kokosras en met een alcoholvulling van 1,7%. Daarna de Tequila Lemon Shot is een romige lemon curd vulling gemaakt, waarin tequila is verwerkt. Deze is gegarneerd met zeezout. Zeg maar, dan krijg je een soort van tequila shot idee met zeezout en citroen. Dit is heeft een percentage van 2%. En dan als laatste de Caramel Shot, een vulling van een zachte caramel ganache met rum en gegarneerd met fudge. En heeft een alcoholpercentage van 8,8%. Ja, wat was dan het resultaat van ons bedrijfje? Zoals ik net al zei, was er heel veel interesse in het product. Zowel bij jongeren als bij ouderen. En daardoor hebben wij gelukkig veel particulieren alsnog ons product kunnen verkopen. Zoals Flora al zei, ondanks corona. Want dat schopte toch ons idee een beetje in de weg. We hadden dus een grotere doelgroep dan we hadden verwacht. Zoals je op de linkerfoto kunnen zien, zie je het doosje met daarin de opbouw. We hebben alles met papier gedaan om natuurlijk niet plastic gebruiken, dus in die richting is het ook duurzaam. Bij het maken van de bonbons hebben we geen resten, kunnen we alles opnieuw gebruiken. Dus dat was ons product. Dank u wel voor het luisteren. Wauw, helemaal op de seconde af binnen de tijd. Dank je wel voor jullie enthousiaste verhaal. Begin even bij Saskia. Wat is jouw eerste reactie? Ik vond hem in ieder geval heel erg lekker. Ik vond het ook een leuk verhaal, moet ik zeggen. Dus ik ben wel benieuwd hoe nu verder. Er zijn al veel bonbons. Ik vind ze heerlijk. Ik vind bonbons altijd heel lekker. Dus er is eigenlijk nog een gerichte vraag van waarin wil je onderscheiden? Ja, hoe nu verder? Wat nu verder? We hebben nu vooral gericht op inderdaad de jongeren thuisverkoop. Maar omdat corona de horeca gewoon dicht is, willen we het liefste dat we het kijken om te verkopen in de kroegen. Of bijvoorbeeld als we bij de thee of de koffie. Die manier eigenlijk. Ja. Daar willen we op gaan focussen. Ja. Jongeren dus zijn belangrijk voor dit product. Niet alleen, maar werden toch wel benoemd. Hoe kijk je daar tegenaan vanuit het netwerk?
Nou, bedankt voor jullie pitch in ieder geval. Ja, als ik kijk naar de jongeren in, in ons netwerk, dan zijn ze ook wel veel bezig met duurzaamheid en ook gezondheid. Hoe draagt dit product? Ja, dit product is echt een snoepje, denk ik. Dus dat is gewoon iets wat je af en toe zelf moet gunnen. Hoe kijk je er zelf naar van bijvoorbeeld ook de sourcing van de chocola? En hoe draagt dit ook bij aan een betere wereld voor morgen? Wel het gebruik van bijvoorbeeld duurzame fairtrade chocola. Inderdaad, het zegt al van het gezond product. Ja, het is gewoon niet gezond. Het is gewoon een verwennen iets. Dus je koopt het voor een lekkere zaterdagavond. Maar het is wel, je koopt minder dan dat je een zak chips koopt. Die bijvoorbeeld in miljoenen wordt gemaakt. Je zei zelf dat het handgemaakt is. En dat jullie wel veel winst hebben gemaakt op de verkoop. Zitten daar dan ook de uren in die jullie daaraan hebben besteed? Omdat het jong ondernemen was, zitten niet echt de uren erin. Maar natuurlijk als het product dan... als we er verder mee gaan, dan moeten we daar natuurlijk wel naar kijken qua prijs. Wij gaan gewoon weer door met een van de volgende foodhelden die ook staat te trappelen om in dit geval zijn verhaal te vertellen over Sustainable Dutch Protein. En ik geef jou meteen het woord, Jelte. Mijn naam is Jelte Pierslum. Ik ben sinds 2 jaar meelwormenboer en mijn bedrijf heet Sustainable Dutch Protein. Nou, ik ben 26 jaar oud en jullie vragen natuurlijk af, wat doet een jongen van 26 als meelwormenboer? En de fascinatie voor meelwormen is bij mij ontstaan in Delft, waar ik levensmiddeltechnologie heb gestudeerd. En tijdens deze studie ben ik me heel erg gaan focussen op de eiwittransitie. Na deze studie wilde ik dus eigenlijk ook heel graag iets gaan doen met die eiwittransitie. Na het kweken van meelwormen in mijn kelder, in mijn studentenhuis, dacht ik, dit moet ik groter gaan doen. En om dat groter te gaan doen, ben ik als eerste gestapt in de handel. Dus direct na mijn studie ben ik gestapt in de handel. Kocht ik mijn wormen in bij Tony. En Tony zien jullie links op de foto. Tony is een 57 jaar oude varkensboerin. Die om financiële en gezondheidsredenen heeft moeten stoppen met het houden van varkens. En op zoek was naar een alternatief businessmodel. Nou, ik kocht dus de wormen bij haar in en zag daar als levensmiddeltechnoloog enorme kansen. Zeker voor die eiwittransitie. Tony kreeg het niet helemaal voor elkaar om deze wormen echt grootschalig te kweken. Dus ja, vanaf dat moment zijn we het bedrijf gestart, Sustainable Dutch Protein. En Tony is na 1,5 jaar nog steeds een van mijn meest gewaardeerde collega's. Maar ja, waarom kweken wij nou die meelwormen en waarom zijn we daardoor zo gefascineerd? Dit komt met name doordat wij in 2050 verwachten 9 miljard mensen te moeten voeden. En eiwitten zijn dan op dat moment een van de grootste uitdagingen. Ik denk dat insecten daarin een hele mooie rol kunnen spelen. Waarom? Insecten stoten bijna geen CO2 uit. Dus je kunt ze CO2 neutraal produceren. En andere broeikasgassen komen er ook bijna niet bij kijken als je het vergelijkt met regulier vee. Daarnaast hebben ze heel weinig water nodig. Dus als jij een kilo rundvlees wil kweken, dan moet je daar 30.000 liter water voor gebruiken. En bij insecten is dat maar een paar liter. Daarnaast is ook de conversie waanzinnig goed. Ja, is eigenlijk elke kilo voer die je erin gooit, daar komt bijna een kilo insectenproteïne voor terug. Dus dat is het probleem wat ik zag en de oplossing. Die zit hem dus met name in het beestje zelf. Ik heb daar best wel wat sheets over gemaakt. Maar in het kort is dit het verhaal. De markt die is zich waanzinnig aan het ontwikkelen. Nou ja, we zijn op dit moment kweken wij ongeveer 1500 tot 2000 kilo. En die leveren voor een deel aan petfood. En dan denk je aan vogels en reptielen. Een deel gaat nu ook al in hondenvoer. En waarom we hier vandaag zitten, sinds januari, zijn de meelworm, die is ook goedgekeurd voor humane consumptie. Nou, heel toevallig is dat ook het insect wat wij kweken. En daarmee hebben wij een product gemaakt. En helemaal recht op de foto zie je het product. En als het goed is, hebben de juryleden dit ook voor zich. Want in die 1,5 jaar dat ik insecten voor humane consumptie aan het promoten en testen ben ik er wel achter gekomen dat mensen nog niet direct zin hebben in een larfje op hun bord. En ik heb ze 1,5 jaar gekweekt en ik heb ze af en toe mee naar huis genomen. Maar niet iedereen thuis was er altijd even blij mee. De keuze is dus geweest om hiervan een meel te maken. En dit doe ik samen met een partner. En dat meel dat hebben we vervolgens verwerkt in proteïnerepen. Ik ben zelf ook een fanatieke sporter die houdt van een groot rondje fietsen. En dan eet ik regelmatig zo'n reep. Dus om die reden hebben we dit product in de markt gebracht. En op zeer korte termijn zullen we daar dus ook de markt mee gaan betrekken.
Het mooie aan de Dutch Food Week is dat we hier eigenlijk een beetje aandacht aan kunnen geven. En ja, ik ben heel erg benieuwd of de juryleden daar nog een mooie tips voor hebben. En ja, het bedrag wat eventueel te winnen valt, dat gaan we absoluut gebruiken voor promotie en branding. Mocht er nog mensen zijn met vragen, dan beantwoorden jullie graag. En de bonbons, om ze misschien wat duurzamer te maken, kunnen jullie mij ook altijd benaderen voor gedroogde insectenlarven. Want ja, iedereen met een goed idee mag bij mij aankomen. Ja, dan bij deze was dat hem. Dankjewel. Ik heb een aantal keren het woord duurzaamheid voorbij horen komen. Dus dan kijk ik eerst even naar Ruud Sanders. Mijn vraag zit eigenlijk nog meer in. Ik ben heel blij dat je naar humane consumptie gaat. Want ik zie ook heel veel insectenkwekerijen opgezet worden voor dieren. Hè, dus voor varkens en kippen. Dan vraag ik me altijd af, moet je nou een nieuwe sector opbouwen om een andere sector te ondersteunen? Of kun je het rechtstreeks voor humaan? Dus daar ben ik wel heel blij mee. Alleen, ik kom zelf helemaal uit die intensieve veehouderij. En dat is in de jaren 60 ook zo opgebouwd als wat de insectenhouderij nu aan het doen is. En je kunt eigenlijk kijken, wat worden dan de problemen de komende 40 jaar? Nou, een van de grootste problemen in de intensieve veehouderij gaat toch richting dierenwelzijn. En dat gaat richting intelligentie en emoties en gevoelslevens van varkens en kippen. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe zit dat bij insecten? Wordt er überhaupt naar nagekeken op dit moment? Of wachten wij dat 20 jaar af en gaan we dan dat probleem bekijken? Dank allereerst voor je vraag. Een hele goede vraag. Houdt ook heel veel mensen die zich in deze sector bevinden bezig. Ja, weet je, in een kilo insecten zitten vaak al tienduizenden larven. En als jij een larve terugziet in de natuur, zitten ze ook altijd heel dicht bij elkaar. En in dit geval, als ik een grote bak pak en ik leg daar 10 larven in, gaan ze dicht bij elkaar zitten. Dus in dit geval denk ik dat die dieren daar zich juist heel prettig bij voelen. Al weet ik wel dat dit wel iets is wat veel besproken wordt. De EFSA en dat soort partijen die kijken daar ook heel kritisch naar. Maar ja, een insect is natuurlijk wel een ander dier dan een kip of een vark of een rund. Mag je het als food nu al inzetten dan? Je zegt op korte termijn breng ik die nieuwe repen naar de markt. Maar als je novel food aanvragen moet doen bij de EFSA, dan ben je volgens mij een paar jaar verder. Nou, wij zijn aangesloten bij de Belgische Insectenfederatie. En die doet dat met heel veel partners. Dus om nog even op die partners terug te komen. Er zijn heel veel partijen bij aangesloten. En die hebben hem ook voor meelworm geschreven. Dus ja, en op dit moment wordt het gedoogd. Dus de partijen die er al een langere tijd mee bezig zijn, die mogen het op de markt brengen. Nou, wij zijn daar één van, dus op die manier doen we dat nu wel. En als de novel food wordt goedgekeurd, ja, dan dan zitten wij bij een partij die het aanvraagt. Wij gaan verder met de volgende pitch, Freeze for Ease. Nou, je zal wellicht denken, wat doet deze pinguïn hier? Maar deze ijskoude omgeving is wel een inspiratie geweest voor ons food concept. Wij zijn Freeze for Ease. Een start-up die consumenten lokaal bevroren voedsel aanbiedt, recht in het hart van de stad. Ons team bestaat uit 5 studenten van verschillende academische achtergronden van Wageningen University and Research. Zo studeer ik zelf plantwetenschappen. Steden en dorpen worstelen vaak met het aanbieden van lokale producten, omdat boeren vaak niet over de middelen beschikken om consumenten effectief te bereiken. Freeze for Ease helpt hiermee door 4 problemen in de boer-tot-bordketen aan te pakken die met elkaar verbonden zijn. De ontoegankelijkheid van lokale producten voor consumenten, de lage prijzen die boeren voor hun producten krijgen, de afstand tussen consument en boer door de lange voedselketen en voedselverspilling. Onze oplossing voor de 4 genoemde problemen is het drastisch inkorten van de voedselketen en het concept van invriezen in deze keten introduceren. Groente en fruit van lokale biologische boerderijen worden rechtstreeks naar een keuken in het stadscentrum vervoerd. Hier worden de producten gesneden, verwerkt, verpakt, ingevroren en opgeslagen in de vriezer voordat ze aan de consument worden verkocht. De maaltijden worden op basis van de beschikbare producten aangeboden, zoals pompoensoep en stoofpot in de winter en smoothie mixes in de zomer. Lokaal eten toegankelijk maken voor een groot publiek door het bevroren aan te bieden is wat ons model uniek maakt. Vooral de combinatie tussen lokaal en invriezen kunnen wij niet genoeg benadrukken. Bovendien zijn we transparant over de herkomst van onze ingrediënten. Terwijl in supermarkten losse bevroren groenten en fruit vaak overgerepresenteerd zijn, verkopen wij voornamelijk bevroren kant-en-klaar maaltijden voor het gemak van de klant. Op 3 februari is onze eerste vestiging geopend, midden in het centrum van Wageningen. Op deze foto's kunt u een beetje zien hoe wij te werk zijn gegaan. Voor deze vestiging koken we zelf, volgens de voedselveiligheidsrichtlijnen uiteraard, en vriezen het vervolgens in Alaska biobakjes. Deze zijn gemaakt van suikerriet en daar hebben we een statiegeldsysteem op toegepast. Voor de opening hebben we een vriezer vol met onze producten gevuld
En na 4 dagen was al 54% van het totaal van de vriezer verkocht. Als het goed is, heeft hij zowel onze stoofperenkrumpel als wortel aardappelsoep voor zich. En deze komen ook rechtstreeks uit onze vriezer. Nou, ik hoop dat het smaakt. Met onze Freeze for Ease hebben we 4 manieren impact op de boer-tot-bordketen. Deze zal ik in de komende slides toelichten. Onze eerste impact is het toegankelijk maken van lokale producten. Onderzoek wijst uit dat de tijd en moeite die het kost om bij de boer langs te gaan, de voornaamste barrière is om geen lokaal voedsel te kopen. Wij bieden de lokale producten aan op een centrale plaats in de stad. Hierdoor verwijderen we deze barrière voor de consument. Verder vergroten wij onze toegankelijkheid door alleen plantaardig voedsel en voornamelijk kant-en-klaar maaltijden aan te bieden. Wij dichten de kloof tussen de wens om lokaal te consumeren en de beschikbare lokale producten. De tweede impact is het verminderen van voedselverspilling, met name van groente en fruit. Uit onderzoek van Wageningen University blijkt dat consumenten naar verhouding minder diepvriesproducten weggooien dan de verse variant of het alternatief in blik of pot. Onze producten blijven minstens 3 maanden houdbaar. Ook zijn onze producten te verkrijgen in verschillende maten bakjes. Op deze manier kunnen consumenten hun voedsel beter proportioneren en wordt er dus ook minder voedsel verspild. De derde impact is het verkorten van de voedselketen. Wij zijn de enige schakel tussen de boer en consument. Hierdoor is er minder transport nodig om de producten naar de consument te brengen en kunnen we de consumenten makkelijker in verbinding brengen met de boer. De vierde impact is het bieden van een hogere prijs aan de boer. Boeren mogen hun eigen prijs bepalen voor hun producten. Op deze manier hebben ze meer zelfbeschikking dan wanneer een derde partij voor de boeren bepaalt. Ook maken wij graag gebruik van tweede klasse producten. In de toekomst willen wij meer mensen bereiken en inspireren om lokaal voedsel te consumeren. Daarom willen we graag meer vestigingen rondom Wageningen openen. Zo willen we bijvoorbeeld in Ede, Bennekom en Veenendaal ook op een centrale locatie een Friese plaats. Op deze manier kunnen nog meer consumenten op een makkelijke manier producten kopen. Ook willen we ons promotieplan uitbreiden. Voor meer informatie over Freeze for Ease kunt u terecht op onze website of sociale media. En ook heeft de Gelderlander en de stad Wageningen over ons geschreven. Nou, heel erg bedankt voor uw aandacht en graag beantwoord ik al uw vragen. Dankjewel, Dennis. Wie zou er graag willen reageren vanuit het panel? Mag ik wat vragen? Een heel mooi concept, want je brengt heel veel dingen samen. Het onderscheid ligt een beetje ook in het bevriezen of het diepgevrorene. Hoe ga je dit opschalen? Heb je daarover nagedacht? We leggen vooral de nadruk op het verbinden van lokale boeren en onze nieuwe vestigingen. Dus als we vestigingen ook in de regio willen openen, zoals Ede en Veenendaal, dan zullen we dus nieuwe boeren moeten verbinden met die nieuwe... nieuwe vestigingen. Dus dat is wel een taak. Maar waar wij achter zijn gekomen is dat er veel lokale boeren heel erg openstaan om hun producten af te staan aan een stad die daar dichtbij staat. Is dat ook wat jullie zagen, dat de mensen die jullie producten kopen, dat vooral studenten waren? Of hoe zagen jullie gebruikers eruit? Nou, wij hebben natuurlijk een groot netwerk aan medestudenten. Dus we hebben voornamelijk ook onze marketing gericht op studenten. Dus veel van onze klanten zijn ook studenten. En die zien het gemak er echt van in. Maar ook omdat we dus in kranten terecht zijn gekomen, hebben we ook best wel veel positieve reactie gekregen van wat oudere mensen. Mensen kwamen naar ons toe en die vroegen ons of we bijvoorbeeld ook vestigingen konden openen in Haarlem en in Drenthe ergens. Dus ze zien echt wel de meerwaarde van zo'n vestiging in. Wij gaan van Freeze for Ease naar iets heel anders. Weer even terug naar de chocolade die al eerder geproefd is, maar waarschijnlijk zo meteen weer voorbij gaat komen. Shocking lekker, dus de volgende pitch. Welkom allemaal en welkom juryleden. Mijn naam is Puk Brink en ik hoor bij het groepje van Shocking Lekker. Nou, wat is er nu zo ontzettend shocking lekker? Steeds meer mensen worden vegan. Dit houdt in dat men helemaal geen dierlijke producten consumeert. Dit vanwege dierenleed of vanwege het milieu, wat natuurlijk ook steeds belangrijker wordt. Er zijn al veel producten op de markt voor veganisten. Denk bijvoorbeeld aan vleesvervangers of melkvervangers. Maar qua zoetigheden zijn deze er eigenlijk nog veel minder. Toen voor ons jong ondernemer project gestart werd voor school, moest iedereen een innovatief product bedenken. Jiske Pol, die ook in ons groepje zit, is zelf vegan en wil graag een nieuw zoetig product op de markt zetten. We hebben heel veel dingen uitgeprobeerd en gewikt en gewogen, maar uiteindelijk zijn we samen tot een lekker, mooi en innovatief product gekomen. Wij hebben een vegan chocolade fudge ontwikkeld. Wat is dat nu precies? De vegan fudge is een fudge op basis van gecondenseerde kokosmelk,
pure chocolade met een cacaopercentage van 54% en kokosolie. Dit is eigenlijk de basis en vanuit hier hebben we meerdere smaken ontwikkeld, zoals pistache, studentenhaver, mokka en sinaasappel. Maar we zijn ook met wat spannendere smaakcombinaties aan de slag gegaan. Misschien heeft een van de juryleden de fudge met chilivlokken wel op, of die met gerookte amandel. Dit zijn spetterende smaken die je niet vaak tegenkomt, maar waarvan wij wel merkten dat de consument ze erg kan waarderen. Nou, hoe wordt het product verpakt? De fudge wordt mooi verpakt in een duurzaam gouden doosje. Dit doosje wordt voorzien van een door onszelf gemaakt etiket die aan alle eisen voldoet. Een paar mooie glinsterende linten en om het af te maken ook nog een sticker met ons logo. In elk doosje zitten 12 blokjes, van elke smaak 2. Door het mooie doosje, de perfect gesneden stukjes en de mooie afwerking zien ze er bijna uit als bonbonnetjes in plaats van een fudge. Het prettige ook aan dit product is dat het een gemakkelijk te produceren product is. Je kan het op grote schaal snel produceren, omdat er eigenlijk niet heel erg veel processtappen voor nodig zijn. Het is voornamelijk koken, mengen en storten. Ook is het product lang houdbaar. Dit komt ook voornamelijk omdat er kokosolie gebruikt wordt. En dit wordt, in tegenstelling tot andere oliën, niet snel ranzig. Dit is dus een prettig voordeel. Dit was, zoals al eerder gezegd, voor ons een project voor jong ondernemen. En uiteindelijk hebben we 216 doosjes verkocht. En niet alleen aan veganisten, zoals je in de cirkeldiagram kunt zien. 90% van onze kopers was niet vegan, terwijl we dit eigenlijk anders hadden ingeschat. Super positief. De meeste doosjes zijn wel gegaan naar consumenten tussen de 20 en de 24, zoals we eerder voorspeld hadden. Maar je ziet ook uitschieters bij de 50 en de 54, of tussen de 60 en de 64. Eigenlijk is onze doelgroep dus veel groter dan dat we in eerste instantie hadden bedacht. En onze ambitie, die is groot. We willen dolgraag dit project en product doorzetten. Dit vanwege de vele bestellingenstroom die we eigenlijk niet eens konden bijbenen. We hebben echt gekeken naar wat er nodig is om een bedrijfje op te zetten. Er zitten hier nog best wel wat stappen aan verbonden natuurlijk. Maar we denken dat het een product is wat je goed zou kunnen blijven verkopen. Niet alleen aan consumenten, maar denk ook aan horeca of kleine winkeltjes met lokale producten. Dus eventjes in het heel kort. De consument vindt onze fudge super lekker. De processtappen zijn snel en kort en er zijn 6 verschillende smaken. Ze worden verpakt in duurzaam gouden doosjes en ze zien eruit als bonbonnetjes. Dus wij denken, of nee, eigenlijk weten wij wel 100% zeker dat dit het allerbeste idee is van de Dutch Food Week. En als de jury inmiddels onze fudge heeft geproefd, dan delen zij onze mening. Want zoals onze naam al zegt, deze fudge is shocking lekker. Ik wil eerst even beginnen bij Saskia, want die zat heel aandachtig te luisteren. Dus ik kan vast reageren hierop. Ik vind de presentatie heel erg wervend. Dat vind ik echt opvallend tot nu toe. Ik vind het ook een leuke naamgeving. Daar kijk ik eigenlijk ook wel naar. Het is een beetje verkoopbaar. Vegan, ja, ik ben vast niet vegan, normaal gesproken. Maar mij maakt het dus eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het is goed om te weten dat dat ook lekker is. En ja, ik vind het wel leuk. En de nasmaak van de chili is prima. Je blijft er nog heel lang aan nadenken dat je dit hebt opgegeten. Een hele mooie wervende show maak je ervan. Ik deel met Saskia dat ik de naam ook lekker vind, bekken in die zin. Van de andere kant, ja, ik zie wel dingen van ja, vegan en chocolade. Denk ik eigenlijk van, dat is toch altijd vegan? Of ben ik nu varkens aan het eten als ik chocolade van Tony Chocoloni in mijn mond stop? Dat was mijn ene vraag. Een andere vraag is van, ik was afgelopen weekend in een of andere bijlage van een krant lezen. En toen zag ik staan wat voor ellende dat er ontstaat in de wereld als wij zoveel kokosmelk nodig hebben. Dus dat is niet echt een heel duurzame manier om plantaardige melk te maken, laat het zo zeggen. Ja, bij vegan snap wel die relatie met zuivel, maar worden er andere componenten uit de dierenindustrie gebruikt dan? Over de chocolade, ja, het is natuurlijk, we gebruiken pure chocolade. Melkchocolade zit natuurlijk wel melk in. Ja, en wat betreft de kokosmelk, we zouden eventueel ook nog kunnen kijken naar natuurlijk een ander soort melk, zoals bijvoorbeeld sojamelk. Ja, ik denk dat de chocolade, omdat wij natuurlijk pure chocolade gebruiken, dat het daarom wel vegan is. We gaan luisteren naar Zo Zij Is Unique. Hallo allemaal, mijn naam is Kirsten en ik ben hier vandaag samen met Willemijn en Demi. Wij zijn Zo Zij Is Unique en wij produceren smaakvolle sausijzen bij het op basis van gans. Vandaag vertellen wij iets over ons bedrijf, ons product en waarom onze sausijzen bij het deel uitmaken van een oplossing. Al jarenlang is er een gansoverschot hier in Nederland. Ganzen veroorzaken onder andere miljoenen euro schade aan de landbouwgewassen. De jagers die dit probleem voor de boeren oplossen, komen niet van de ganzen af en blijven hiermee zitten.
Als de ganzen op deze manier onvermijdelijk bijdragen aan een voedseloverschot, is het spijtig als hier niets mee wordt gedaan. In onze ogen is ganzenvlees namelijk een hartstikke lekker en duurzame eiwitbron. Een prima stukje wild dus. Wild is echter voor veel mensen lastig te bereiden en een spannend product om zomaar even te proberen. Vanwege zijn specifieke smaak. Zo is het voor consumenten een stuk minder vanzelfsprekend om zomaar een stukje ganzenvlees bij het AVG'tje te eten. Met deze twee gedachten is Saucijs Uniek ontstaan. Ganzen saucijsenbijt in een bekend jasje van roomboterbladerdeeg. Zo ontwikkeld dat het stukje ganzenvlees het beste tot z'n recht komt. Nou, na een hoop geëxperimenteer zijn er drie verschillende variaties ontstaan, zodat je ze alle drie een keertje geproefd moet hebben. We hebben de tijmsmaak, dat is die je aan de onderkant ziet. Dat is een frisse smaak, een florale smaak zit erbij die de wildsmaak een beetje maskeert. En we hebben paddenstoel sesam, dat is een aardse herfstachtige smaak die de wildsmaak weer complimenteert. En we hebben traditioneel, dit is echt de bite voor de wildliefhebber, die neemt daar gauw nog eentje van. Deze drie smaken hebben we later geoptimaliseerd met smaakexperts van Verstegen. En ze zitten in dezelfde verhouding in de verpakking. Zo is er voor ieder wat wild en kan een lokaal probleem ook lokaal worden opgelost. Toen we het product op de markt wilden brengen, was ons eerste idee eigenlijk de horeca en de foodservice. We wilden de borrelkaart van Nederland verduurzamen en vernieuwen. Toen sloot de horeca. Dus besloten we het anders aan te pakken en ons te richten op consumenten zelf. Die consumenten die wisten we goed te bereiken. We hebben in meerdere kranten gestaan. Daar mochten we ons verhaal doen en het product presenteren. We zijn op de radio geweest en ook op social media waren we super actief. Zo hebben we wel een verkoop van 2000 broodjes weten te behalen binnen een half jaar. In onze omgeving waren de reacties vaak positief. Veel afnemers vonden het leuk om de bites op tafel te zetten tijdens bijvoorbeeld het afgelopen kerstdiner en met de oudejaarsviering. We kregen vooral complimenten over de makkelijke bereiding, de heerlijke smaak en het goede verhaal wat erachter zit. Maar tijdens ons avontuur liepen we natuurlijk ook tegen verschillende leerpunten aan. Bijvoorbeeld logistieke problemen. Op dit moment zijn saucijsenbites geschikt om in de vriezer te bewaren, waardoor ze ook lang houdbaar zijn. Maar in de toekomst zouden we dat graag anders zien en zouden we ze graag verpakt zien onder beschermde atmosfeer. Op die manier zijn ze nog steeds lang houdbaar. Dan heeft de consument ook altijd een plek om ze te bewaren, want dat is met een vriezer nog soms wel eens lastig. Logistiek is dat ook makkelijker, omdat je niet afhankelijk bent van vriesopslag en transport. Genoeg ruimte om te groeien dus. In de toekomst zien we saucijsenbites graag terugkomen op de borrelplanken, bijvoorbeeld tijdens de vrijdagmiddagborrel en met feestdagen. Op lange termijn is de bedoeling gans en wild aantrekkelijk te maken voor consumenten en ervoor te zorgen dat ganzenvlees een dagelijkse voedselbron wordt. Om te beginnen zijn er dus de saucijsenbites. Smaakvol wild met groot gemak. Dat is saucijsuniek. Dank u wel. Wie zou als eerste een reactie willen geven? We hebben ook wat stukken te lezen gekregen en dan las ik in dat jullie het probleem oplost dat normaal gesproken ganzenvlees, dat de jagers eigenlijk niet willen doen omdat ze met ganzenvlees blijven zitten. Is ganzenvlees daarmee dus ook echt een afvalproduct? Dus met andere woorden, los je echt een probleem op dat anders niet gebruikt wordt? Of is het een soort vervanging van andere toepassingen? Ze worden sowieso eigenlijk neergeschoten en als jagers niet meer weten wat ze ermee willen doen, dan worden ze vernietigd. Okay. Dat is niet heel smakelijk om te vertellen wanneer je hem aan het eten bent, dus daarom willen we dat ook een beetje op de achtergrond houden en er een smaakvol product van maken. Jagers weten vaak niet wat ze ermee kunnen doen, die weten zelf ook niet, kan ik het bereiden überhaupt, op welke manier kan ik het bereiden? En daardoor belandt het in de afvalbak op dit moment vaak. Jullie zeggen eigenlijk dat je van afval maak je eigenlijk een product voor mensen. Nou, complimenten. Ik vind dat ze de supply chain heel goed doordacht hebben al. Hè. Ze zitten al in het scale-up denken van de next steps en wat kunnen we nog verbeteren. Dus ik vind dat echt een teken van ondernemerschap. Ik denk dat je nog wel wat kunt werken aan de receptuur. Het zou kunnen zijn dat het met de bereiding te maken heeft hier en dat het wat lang geduurd heeft. Maar ik vond zelf wat droog aandoen, het gehakt van de gans. En ik heb een vraag ook aan de ondernemers. Waarom, je hebt het uitgelegd waarom je kiest voor het saucijzenbroodje, omdat dat een balans geeft zeg maar, met, het, met de uitsproken smaak van het ganzenvlees. Maar je beperkt jezelf daar ook in door al in een finished product te denken. Als je ook zou kijken naar ganzenvlees als ingrediënt, dan zou je wellicht
een hele mooie nieuwe markt kunnen aanboren. Hebben jullie daar ook naar gekeken in jullie oriëntatie? We hebben een keer met studenten van de Willem de Koning Academie hebben we een keer eigenlijk een soort van sessie gehad waar we een ganse bitterbal hebben gemaakt. Dat was voor hun voor een schoolproject en voor ons echt als oriëntatie. Maar op dit moment willen wij echt de Sausijzenbite zo ontwikkelen dat iedereen hem kent. En als dat goed werkt, er misschien nog product aan toevoegen. Ik wil graag het woord geven aan Sauerkraut. Hoi, wij zijn dus Anneloes en Emma van Sauerkraut. En wij geloven dat binnen enkele jaren wij als Nederlanders veel meer van Nederlandse bodem gaan eten. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld van jullie hoe zo'n gerecht eruit zou kunnen gaan zien. En ik heb hier ook de drie voorbeelden van ons product. De Golden Kraut, de Purple Rain en de Kimchi Kraut. Want wat maken wij? Wij bij Sauerkraut maken gefermenteerde groentes en wij geloven dat binnen 3 jaar iedereen zo'n potje in zijn koelkast heeft staan. Nou, en wij willen dan ook graag een voorbeeld zijn voor agrifoodbedrijven die willen verduurzamen. En we zijn dan ook het bewijs dat opschalen met dit systeem mogelijk is. Sauerkraut is namelijk ontstaan om de uitdaging van verlies in biodiversiteit in ons lichaam en om ons heen aan te pakken. Yes, nou, hoe doen wij dat dan? Dat doen wij op 4 manieren. Met Sauerkraut werken wij met biologische boeren samen. Dat doen wij op een nauwe, we hebben een nauwe samenwerking met de biologische boer. En wij weten daarom dat zij ook goed met hun grond omgaan. Dit betekent dat de biodiversiteit dus in de aarde ook behouden blijft. De tweede reden, manier is dat wij dat onze producten die wij produceren die op een circulaire manier. Dat betekent sowieso duurzame verpakking. We hebben nauwelijks reststromen. We hebben de reststromen die we hebben van groenteafval gaat naar boeren, onder andere hier in West-Amsterdam als compost. En we verminderen de reststromen bij de boer zelf. We halen de kolen nog van het land af die niet meer goed voor de markt zijn, omdat ze niet meer voldoen aan de schoonheidsidealen. Reden 3 is jullie weten misschien dat 70% van de cellen waaruit je immuunsysteem bestaat in je darmen zitten. Nou, dat is dus heel erg goed om veel sauerkraut te eten, omdat dat ook als het ongepasteuriseerd is, betekent dat het nog bomvol levende bacteriën zit. Er is niks engs aan, het zijn gezonde melkzuurbacteriën, eigenlijk de pro- en prebiotica die je darmen dus nodig hebben. Dus ons product is daarom dus ook heel erg gezond. Vierde manier is de kraut. Sauerkraut, de naam zegt het al. Wij hebben een hele goede relatie, niet alleen met de boer, maar dus met onze klanten ook. We hebben een grote groei in onze kraut gezien. En wat wij eigenlijk doen is onze gut-mind kennis, de link tussen de gut en de mind. En dus alle voordelen daarvan, daar delen we veel over. Dus het staat veel op onze blogs, op onze website en ook op social media. We hebben een hele leuke groei op Instagram gezien en staan nu op 10.000 volgers. Dus we geloven dat dat potje heel snel bij iedereen in de koelkast komt te staan, omdat we deze mooie crowd achter ons hebben staan. En we hebben dan ook 6 goedlopende producten, waaronder bijvoorbeeld de bekende kimchi en classic crowd. 3 van onze producten zijn sinds vorige week bij IDEA verkrijgbaar en 4 bij Crisp. We kunnen nu dan dus ook eindelijk zeggen dat we nationaal verkrijgbaar zijn. Maar verder zijn we ook continu bezig met productontwikkeling. Binnenkort kun je namelijk ook deze heerlijke gefermenteerde zuiveralternatief, in dit geval boter, van ons verkrijgen. Wij willen dus ook heel graag onze oer-Hollandse zuurkool in een hip jasje steken. En daarom vertrouwen wij ook dat de consument voor ons zal kiezen. En zo brengen wij balans terug in de biodiversiteit, in de mens en moeder natuur. Wat nu natuurlijk ontzettend belangrijk is in deze tijden van corona. Dus daarom hopen we dat jullie ons ook zien als een van de beste ideeën, agri-food ideeën van Nederland. Wat wij met het prijzengeld gaan doen is eigenlijk de volgende stap zetten als start-up. We hebben echt nog wel wat advies nodig op operatie en sales. En daarbij willen we ook heel graag de coaching natuurlijk die jullie aanbieden. Plus blijvende productontwikkeling voor dit mooie product wat jullie nu ook gaan proeven. Wij hopen dat jullie je onderbuikgevoel volgen. Follow your gut. En together as a crowd, we can make a change. Dat was hem. Je zit er al dicht bij zijn onderbuikgevoel. Saskia, mag ik jou het woord geven?
Ik vind het een leuk product. En ik vind het ook leuk dat je dat via CRISP in de markt gaat zetten. Hè. Dat is toch wel een bepaalde doelgroep. Ik vraag me wel af of dat aspect van die gut feeling, hè, dat bewijs dat het goed is voor je darmgestel en daarmee voor je geest. Ga je daar meer mee doen met die wetenschappelijke kant, zal ik het maar even zeggen, van dit product? Ja, wij zijn daar we zitten daar bovenop. We blijven ook onderzoek doen. Wat interessant is inderdaad het onderzoek van hoeveel van die melkzuurbacteriën bereiken nou via je maag, dunne darm, je dikke darmkanaal. Het bewijs is dat ondertussen wel dat sauerkraut eigenlijk de meeste melkzuurbacteriën je dikke darm bereiken. Maar er moet inderdaad gewoon nog heel veel onderzoek naar komen. Je ziet gewoon dat alles rondom darmen en gezondheid, immuunsysteem, dat is nog wel echt een opkomst. Wij delen dus alles wat eigenlijk online komt, wat al alle nieuwe onderzoeken. Dit is dus onder andere iets wat wij ook delen met onze crowd. Maar het is wel een heel trending topic. Dus er is al wel onderzoek naar gedaan. Maar nu begin je steeds meer te zien dat mensen interesse hebben. Oké, hoe kan ik mijn gut health verbeteren? Betekent dat ook dat je dus nog meer moeite moet doen om te gaan bewijzen dat het belangrijk is? Dat het eerst een soort van gevoel is, maar daar heb je nu het idee dat je meer moet gaan bewijzen in de toekomst daarvoor? Ja, bewijs bedoel je misschien de claims, de health? Ja, als je zegt dat het goed voor je is, dan zal iemand willen weten of dat waar is. Nou, en daarom kunnen wij ook echt nog niet alle claims maken. Wat wij nu zeggen is hoog in melkzuurbacteriën, vitamine C. Dat is eigenlijk het enige. En wij praten heel veel over waarom dat eigenlijk goed is voor je darmen. En dat je daarmee van de kennis van iedereen een beetje te bereiken. Nog een korte vraag. Wat is jullie droom over 20 jaar? Waar liggen jullie dan allemaal? Wij hebben inderdaad eigenlijk voornamelijk echt die organische groei nu in ons hoofd. We zijn binnen een jaar eigenlijk wel in Nederland heel erg aan het groeien. Maar wij zijn zeker binnen een paar jaar hopelijk de koploper in Europa. En ik denk niet per se dat wij wereldwijd of zo dromen hebben. Wij willen eigenlijk wel die lokale ketens behouden en dus daarom ook een voorbeeld dienen. Dat hebben we ook in de pitch gezegd. We willen echt een voorbeeld zijn van hoe je duurzame en korte ketens kan doen. En het fermenteren, hopelijk gaan mensen het blijven kopen. Maar ik denk ook wel dat veel mensen dit uiteindelijk zelf gaan doen. Zelf thuis gaan doen. We hebben nog twee keer een pitch te gaan van verschillende foodhelden. En de volgende gaat over Bites. Welkom. Hoi allemaal. Ik ben Art en ik zal presenteren namens Bites Food Innovations. Wij zijn 4 studenten Health Food and Innovation Management van de Universiteit Maastricht. Van links naar rechts, Joep, Bernadette, Daniel en ikzelf. En wij zijn nu eigenlijk al een jaar bezig met het ontwikkelen van een nieuw gezond snackproduct. En dat is ongeveer een jaar geleden begonnen met shiitake biltong. Dat was een alternatief voor gedroogde vleessnacks gemaakt van de shiitake champignon. En daarmee hebben we dus eigenlijk een veganistische variant gemaakt van de Zuid-Afrikaanse snack biltong. Dat is gedroogd vlees. En daarmee hebben we meegedaan aan de Ecotrophelia-competitie in Nederland. Die hebben we ook gewonnen. En daarna ook meegedaan aan de Europese competitie. Helaas niet gewonnen, maar we zijn wel eigenlijk naar huis gekomen met enorm veel goede feedback voor de verdere ontwikkeling van onze producten. En daaruit is, zoals jullie links op het scherm zien, ons volgende product ontstaan. Dat is de Bites Biltong Flavored. Dat is eigenlijk een alternatief voor aardappelchips, gemaakt van champignonreststromen. Daaromheen hebben we dus Bite Food Innovations opgericht en we zijn nu eigenlijk bezig met onze marktintroductie. Nou, even nog wat in meer detail. Wat is Bites Biltong Flavor? Dit is dus eigenlijk een aardappelchips gemaakt met de smaak van biltong. Dus dezelfde kruiden zitten erin, die hoog is in eiwitten, vezels en verschillende micronutriënten. En door eigenlijk een hele innovatieve productietechniek hartstikke knapperig, maar heel erg laag in verzadigd vet en zout. En waarom is deze chip zo duurzaam? Die is eigenlijk voornamelijk gemaakt van champignonreststromen, dus stukken champignon die normaal niet gebruikt worden voor humane consumptie. En daarbuitenom is het natuurlijk hartstikke lekker. Nou, wat is eigenlijk de markt voor dit soort gezonde snackproducten? Allereerst zien jullie bovenstaan dat er ongeveer per jaar, en dit was het cijfer van 2019, voor 241 miljoen euro aan aardappelchips wordt verkocht in Nederland. Dan 80 miljoen euro aan groentechips. Dan zijn er nog wereldwijd heel veel champignonsfans en de gezonde snackproducten en producten hoog in eiwit, die zijn ook enorm in trek. Zelfs als we alleen al een klein stuk van deze markt zouden kunnen veroveren, is er voor ons meer dan voldoende ruimte om een mooie winst te maken.
Nou, hoe ziet onze weg naar de markt er eigenlijk uit? Onze hele productieproces begint links met een champignonrestaurant van onze champignonproducerende partner. En dit zijn eigenlijk stukken champignon die normaal niet in de supermarkt terechtkomen. Die komen naar ons en daarmee gaan we samen, die verwerken we eigenlijk tot een mengsel met bindmiddelen en kruiden. En daar gaan we mee naar onze productiepartner. Toevallig ook een bedrijf dat actief is op het Brightlands Greenport Campus in Venlo. En daarmee maken we dus eigenlijk een hartstikke knapperig chipsproduct. En momenteel zijn we dus eigenlijk bezig, of willen we in de zeer nabije toekomst ons product gaan testen in de Nederlandse horeca. En ik zal zo heel even uitleggen waarom dat is. Nou, onze go-to-market strategie is op dit moment eigenlijk, we hebben nu één product ontwikkeld. Dat ligt ook voor jullie. Ik hoop dat die smaakt. Maar we willen natuurlijk ons portfolio nog verder uitbreiden. Dus wat betekent dat? Verschillende smaken die wellicht ook nog wat gangbaarder zijn voor de gemiddelde Nederlandse consument, aangezien dit dus enkel een proof of concept is. Dus denk aan paprika en allerlei andere gangbare chipsmaken. Dan zijn we bezig met onze, of gaan we ons product allereerst introduceren in de horeca. Waarom? Op dit moment produceren we eigenlijk nog niet zo heel erg veel. En we willen met name juist vanuit de horeca een soort poolstrategie creëren, waardoor de inkopers van supermarkten naar ons toe zullen komen in plaats van andersom. En dat verbetert onze onderhandelingspositie eigenlijk alleen maar. Dan zijn we eigenlijk ook bezig met verschillende subsidies en investeringen, waaronder dus ook Leo van Brave New Foods, NWO. En aan het einde, of ja, vanaf april, zullen we deelnemen aan het Blink acceleratieprogramma van Brightlands. En daar is ook al funding voor. Dan zijn we enorm hard bezig aan onze online zichtbaarheid met onze eigen website, Facebook en via onze partners. Dan willen we verder onze samenwerking met Sudriso nog wat meer concretiseren. Alhoewel, dat is al vrij duidelijk, maar wellicht daar later over meer. En dan willen we eigenlijk zo snel mogelijk met onze afzendmarkt in gesprek gaan. Wat is eigenlijk de financiële haalbaarheid? We willen onze laatste 20 seconden gaan nu wegtikken. 99, gemiddeld 12 zakken per consument. En dan is er eigenlijk aardig wat te halen voor ons. En dit was onze pitch. Nou, dankjewel Art. Ik vind het altijd vervelend om dan even door je heen te moeten gaan, maar dat zijn nu eenmaal de spelregels. Jan, mag ik jou als eerste het woord geven? Goed initiatief. Ik denk dat die markt voor, wat je ook aangeeft, groentechips-achtige producten, dat die absoluut wereldwijd groeiend is. Alleen vraag ik mij af van de schaalbaarheid, hè, van de beschikbaarheid van de grondstof die je hierbij nodig hebt. Hoe kun je dat afzekeren? Want het is een restproduct voor een kweker. Ja. Maar dat restproduct moet wel schoongemaakt worden en zo. En wij doen namelijk ook een paar restproducten verwerken, maar dat is een heel groot proces waar wij niet met dat product uit zouden kunnen maken. Er is eigenlijk bij onze champignonkwekerpartner, helaas niet Celta, eigenlijk voldoende van deze restroom beschikbaar. Dat zou dan ongeveer 20.000 kilo per week zijn. Omgerekend komen we dan uit op zo'n 40.000 zakken van ons product per week die we van één kweker al kunnen halen. En daarnaast is dat een heel goed punt inderdaad. Hè. Je zag het ook op de foto, dat is niet de champignons die in de supermarkt terechtkomt, maar er zit natuurlijk al een en ander zand en dergelijke nog een beetje tussen. Dat moet natuurlijk gewassen worden om je heel even verder in die hele keten mee te nemen. Die reststroom die komt nu nog iets eerder uit de hele champignonwasstap van eigenlijk kweekbodem totdat het natuurlijk in de verpakking van de supermarkt zit. Door diezelfde wasstappen kan ons product natuurlijk, of ja, de grondstof van ons product ook doorheen. Dus daar wordt zeker rekening mee gehouden, ja. Waarom ben je vandaag nog niet verder met dit mooie product? Er komen heel veel dingen samen ook. De primaire reden is eigenlijk, dit is eigenlijk een heel nieuw concept nog. Dus om beeld te geven, de Bites product, of Bites Biltong Flavored, bestaat pas sinds november. Dus vrij nieuw. En onze samenwerking met name onze productiepartner, wat eigenlijk heel, heel cruciaal is. Zonder een andere productietechniek kunnen we dit product enkel simpelweg niet maken. Is gewoon heel erg essentieel. Dus dat willen we op een hele goede manier doen. En we krijgen natuurlijk, als we kijken naar de introducties bij supermarkten, krijg je maar één kans. En die willen we graag zo goed mogelijk voorbereiden. We gaan naar de laatste pitch en de laatste foodhelden van Bomborange. Mijn naam is Aniek van Tol en welkom bij de pitch van Bomborange. Stelt u zich voor, het is zondagochtend. U drinkt een glas vers geperst sinaasappelsap. Superlekker, toch? Alleen wist u dat er per liter sinaasappelsap wel 10 sinaasappelschillen zomaar weggegooid worden?
Dat betekent dat er alleen in Nederland al jaarlijks 10.000 volle vrachtwagens met sinaasappelschillen zomaar bij het afval belanden. Dat is hartstikke zonde, omdat juist deze schillen nog vol zitten met bruikbare voedingsstoffen zoals vitamine C, flavonoïden en pectine. Bonbons heeft hier een duurzame oplossing voor bedacht. Bonbons gebruikt de sinaasappelschillen afkomstig van persapparaten in supermarkten en horecagelegenheden om een bonbon mee te maken. Van het oranje gedeelte van de sinaasappelschil maken wij een lekker zoet poeder. Dit wordt dan gebruikt als decoratie op de bonbon. En in de bonbon zit een gelei die gemaakt is van het witte gedeelte van de sinaasappelschil. De gehele schil wordt nu gebruikt voor het maken van een lekkere pure chocoladebonbon. Wij werken nu ook samen met een chocolaterie. Daar gebruiken ze duurzame chocola van Cacao Horizons, waar geïnvesteerd wordt niet alleen in de cacao zelf, maar ook in de opleiding en leefomgeving van de cacaoboeren. Ondertussen heeft Bonbons het assortiment uitgebreid met nieuwe producten, zoals orange flips en andere limited editions, zoals witte compound bonbons, hartjes, kerstkransjes en chocoladeletters. Zoals je al ziet, vinden we het leuk om in te spelen op de grotere feestdagen en zijn er ook veel bedrijven die hier geïnteresseerd in zijn. Bonbons is een duurzame start-up, ontstaan uit een succesvol studieproject. In het derde leerjaar van onze opleiding Food, Commerce en Technology hebben wij tijdens het project culinaire productontwikkeling Bonbons bedacht. Dat jaar daarop, in het vierde studiejaar, hebben wij met hulp van de Stichting Jong Ondernemen Bonbons verder ontwikkeld tot een start-up. Nu op dit moment zijn wij allemaal afgestudeerd en is Bonbons officieel ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het afgelopen jaar heeft Bonbons best nog wel een grote groei doorgemaakt. In september hebben wij de Wij in Holland Award gewonnen voor het beste project van alle In Holland vestigingen in Nederland. We zijn ook derde geworden bij de regionale pitch battles van Jong Ondernemen. We hebben nu ondertussen ook een eigen website gebouwd met een online webshop waar duurzame opties ook mogelijk zijn gemaakt. Daarnaast zijn wij goed in de aandacht gekomen in de media, waaronder een artikel ook in het Algemeen Dagblad. We zijn te horen geweest bij een interview van In Holland Radio. Wij staan ook op het BioBoost platform. BioBoost platform is een platform waar duurzame initiatieven op gepresenteerd worden. Als wij ons product produceren, hebben wij een reststroom. Dat is pulp. Wij hebben nu ook onderzoeken gedaan en het is ons ook gelukt om hier pulppapier van te maken. En wij zijn nu nog aan het onderzoeken hoe wij dit verder kunnen uitwerken binnen ons bedrijf. Nou, ons plannen, waar wij dus zeker ook wel een goede investering en mooie begeleiding voor kunnen gebruiken. Opeens staat zeker dat wij de productie willen opschalen. Wij willen veel meer sinaasappels kunnen redden. Wij hebben hulp nodig om dit op te schalen en projecten op te starten om op grote schaal efficiënt en duurzaam te kunnen werken. Daarnaast willen wij graag nieuwe producten introduceren. Nu werken wij enkel met sinaasappelschillen en met chocola. Maar wij zijn ook best wel benieuwd naar andere fruitsoorten of andere verwerkingstechnieken. Daarnaast willen wij ook nieuwe samenwerkingen starten. En het liefst met andere duurzame bedrijven. Zodat wij meer bedrijven en meer consumenten kunnen inspireren om de duurzame kant op te gaan. Tot slot willen wij graag vaste afnemers en verkooplocaties vinden. We doen nu heel veel online. En we willen groeien naar offline. Wij hopen met behulp van de Kickstart Showprijs meer mensen te kunnen laten zien dat duurzaamheid en genieten samenkomen. Toevallig heb ik hier twee weken geleden met de supermarkt over gesproken, over de sinaasappelschillen. En die zeiden mij dat het niet zo gemakkelijk was, omdat er heel veel pesticiden op die schillen zaten. Dus mijn vraag was eigenlijk, hoe hebben jullie daarnaar gekeken en hoe borg je dat dat geen probleem is dan wel wordt? Dat is het begin van ons productieproces. Dan wassen wij de schillen nog met een vol bad. Uiteindelijk doen we dat ook nog goed schrobben. En dan gaan we verder met productie. Dus dan scheiden we het oranje gedeelte van het witte gedeelte. En heb je daar nog een meting op zitten of je wast en dan ga je ervan uit dat het goed is? Daar hebben we geen meting meer op. Op dit moment begeleiden wij nu ook andere studenten van onze opleiding. En die zijn nu bezig met een heel kwaliteitsonderzoek. Hoe je de gevaren kan inventariseren. Jullie kennen het initiatief wat in 'Sertog en Bos nu komt, neem ik aan. Heel pioniers. Ja. Zeker, ja. Die zijn een stapje verder. Daar wordt nu 10 miljoen geïnvesteerd. Daar zitten bedrijven al inmiddels achter. Als ik jullie beluister, dan zijn jullie veel meer bezig met de productontwikkeling als met dat stukje borging, hè, van die reststroom, hè, wat Ruud ook aangeeft. En dat was ook mijn eerste reactie.
Ja, die sinaasappels die zijn niet allemaal zo oranje. Hè? Als je die aan de boom ziet groeien, die krijgen allemaal een heel prettige behandeling dat ze allemaal oranje uitzien. En dan moet je er maar weer eens uitzien te krijgen. Dat hebben, die mensen hebben dat wel, die peel pioneers hebben dat stukje wel geborgd. Dus zou je niet beter doen dat je zegt van ik ga met de pioneers samenwerken en ik ga natuurlijke vitamines op de markt brengen uit die fabriek. Ik ga chocola maken ermee, ik ga er papier van drukken. Ja, nou, wij hebben ook gekeken al naar een samenwerking met Peel Pioneers. We hebben ook contact al met ze gehad. Momenteel was het nog niet mogelijk om langs te komen in verband met de coronamaatregelen natuurlijk. Maar wij zijn nu vooral aan het kijken naar hoe wij het begin uit handen kunnen geven. En dat wij nog wel de verkoop en het ambachtelijke met chocola, die combinatie kunnen doen. Want wij merken dat toch wel Bonbons goed verkoopt. Zowel bij grotere bedrijven. Voor, weet ik veel, met Sinterklaas, de chocoladeletters. Dat verkoopt gewoon lekker. Ja. Dus dan kunnen we beter zo'n samenwerking starten met Peel Pioneers inderdaad. Zometeen gaat ons panel in beraad. Maar als ze straks terugkomen en wij ook terugkomen met de prijsuitslag, dan is er nog een belangrijke taak voor de foodhelden weggelegd. Jullie gaan zelf kiezen met wie jullie graag willen sparren. Denk je dat het lastig gaat worden om met dit panel zometeen in overleg te gaan? Ik denk dat het wel lastig gaat worden om inderdaad een top 3 te gaan samenstellen. Maar ik heb ook wel weer. Ben ook wel heel erg benieuwd wat de andere panelleden denken en hoe zij daarnaar kijken. Dus, Ik vind het heel erg leuk. Ik vind alle verhalen leuk. Het past heel erg goed bij hoe we het graag zien. Dus ik vond het leuk. Ja. Ik wil de panelleden vragen om met elkaar in overleg te gaan en ideeën te delen. Dan komen we straks terug met die prachtige uitslag, 4 prijzen, een aanmoedigingsprijs en 3 prijzen daar nog eens bovenop. Die toch echt wel kunnen zorgen voor het idee van de toekomst. Heel veel succes, panel. Oh, wat spannend jongens. Het voelt echt alsof we een grote talentenjacht met elkaar ingaan. Wie oh wie? Ik denk dat alle deelnemers een aanmoedigingsprijs verdienen, sowieso. Hè. Dus een hele mooie, energieke groep jonge mensen hè, die geweldige ideeën hebben uitgewerkt. De een is wat verder dan de ander. Maar ik denk dat wij als jury in ieder geval unaniem zijn geweest in dat hier gewoon weer een hele nieuwe generatie ondernemers in de dop zijn. Hè, die onder moeilijke omstandigheden afgelopen jaar toch iets heel moois hebben neergezet. Dus dat is denk ik een groot compliment aan de Food Heroes om mee te beginnen. En als het gaat om een aanmoedigingsprijs, ja, dan hebben we daarover vergaderd. En dat kan er maar één zijn. En daar hebben we uiteindelijk ook een keuze gemaakt. Omdat we zien dat hier door een groep jonge honden geweldig hard is gewerkt. En dat we eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, stiekem toch wel alle 3 de samples op hebben gegeten. En dat zegt ook wel wat natuurlijk aan onze kant allemaal. Het ondernemerschap vraagt om ook te luisteren naar advies. En in dit geval heeft Jan Klerken een mooie terugkoppeling gegeven aan een van de ondernemers. En je merkte meteen dat het opgepikt is, daar gaan we wat mee doen. En dat is ook iets wat we heel belangrijk vinden. Want je bent ook wendbaar, je bent nu nog in de positie om ook veranderingen door te voeren. Deze start-up is duidelijk circulair. Hè. We creëren door ons luxe leven in West-Europa afvalstromen waar tot zover niet of heel weinig mee gedaan wordt. Gelukkig wordt deze stroom al is op het vizier van een aantal mooie Nederlandse bedrijven. Sommige bedrijven die ook al wat verder zijn dan Bon Orange. Want dat is de aanmoedigingsprijs die we willen geven. Maar toch zien we dat hier een propositie is ontwikkeld om namelijk de reststromen van het maken van sudorange, het maken van sinaasappelsap, dat die doorvertaald worden naar eindapplicaties. En dat vinden we zo sympathiek. Er wordt niet alleen gekeken naar een ingrediënt wat uit de schiller gehaald kan worden, maar ook hoe kun je dat vertalen naar een applicatie. En dat niet alleen met 1 ingrediënt, maar met het liefst 2 ingrediënten. Hè? Met zowel een gelei als ook met een zoet poeder. En daar zien we toch heel veel kansen in om niet alleen in de bonbons, hè, die al verrukkelijk zijn, maar ook nog eens bij andere applicaties dat toe te passen. En misschien hebben ze ook nog wel meer ideeën over toepassingen uit die reststroom. Het advies van Jan was, richt je op die applicaties met de ervaring en de creativiteit die je hebt.
En laat zeg maar het verwerken en het ophalen van de stroomschillen, laat dat over aan bedrijven die wat verder zijn, die al tientallen miljoenen euro's hebben opgehaald, die ook dicht bij huis zijn. Jan heeft beloofd dat hij mij helpt om ervoor te zorgen dat er ook een afspraak komt met het bewuste bedrijf wat in Den Bosch een grote fabriek gaat bouwen. Zodat jullie je kunnen richten, als jullie dat willen, want jullie zijn de ondernemers, op die applicatie en daarin kunnen groeien. Groot compliment aan Bon Orange. Aanmoedigingsprijs. De derde prijs, dat is natuurlijk niet alleen dat sparren wat jullie mogen gaan doen. Maar daar komt ook nog eens 1000 euro bovenop. We waren als jury erg onder de indruk van dat er een nieuw product werd ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Dat er een restproduct werd verwaard wat eigenlijk hoger wordt verwaard dan dat het op dit moment gaat. En dat we lokaal een nieuwe smaak toevoegen. Een kritische noot was nog wel vanuit de jury uniformiteit van het product gaat een uitdaging worden. Om eigenlijk één kwaliteitsproduct en de product op één kwaliteitsniveau te houden. Dat wordt lastig. Maar alsnog ben ik heel blij om te zeggen dat Rottervis de derde prijs heeft gewonnen. Gefeliciteerd, Pieter. Van 1000 euro gaan we gewoon verder met 1500 euro. En dat is dan tevens de tweede prijs. Ook hier 1,5 uur sparren als mooi extraatje. Wat van ver komt, hoeft niet altijd lekker te zijn. In dit geval is het wel lekker. Ja, dus dat is wel een argue voor de toekomst natuurlijk om naar te kijken. Maar de andere kant is, we zitten in een voedseltransitie, in een trend. Ja, wij zien dat zelf met onze champignonnen die wij verwerken. Zijn wij vegan of niet vegan? Ja, ze groeien op compost van paardenmest, dus we zijn niet vegan. En de markt vraagt voor vegan. Ik lees iedere morgen een nieuwsbrief over vegan. Ik zie ook gewoon lokale producten, maar ik zie ook met name ambacht. En ik zie inderdaad ondernemerschap. Ik zag een prachtige presentatie van Shocking Lekker. Dat is de partij. Een hele mooie presentatie, een hele goede motivatie ook. Ik denk dat jullie aan de grondstoffenkant wel iets kunnen doen. Maar het vegan kanaal en ook de fudge die jullie hadden met weinig afval, Die gaf voor ons de doorslag. Dus van harte gefeliciteerd. Maar liefst 2500 euro en die 1,5 uur sparren op weg naar de toekomst, panelleden. Dat gaat En ik ga het ook gelijk verklappen, want Anna Lutz, Emma en ook Moritz, die hebben we niet gezien. Maar jullie zijn echt bij voor van ons allemaal, staan jullie bovenaan. Waarom? Wat jullie doen is eigenlijk, je brengt een product op de markt wat heel erg een gezondheidsclaim met zich meebrengt. En die fermentatie die geeft natuurlijk, en jullie hebben het ook heel goed toegelicht in je presentatie, die gezondheidsclaim zit er volop en dat is natuurlijk tot en met topic. Je bent in staat om een product bij een lokale boer vandaan ook nog biologisch extra waarde daarmee toe te voegen. Het zijn niet de A-kwaliteit producten die je pakt, maar zeg maar de restproducten of de B-kwaliteit producten waar je gewoon heel veel waarde aan toevoegt. Dus dat is echt heel knap. Wij merken heel veel ondernemerschap en drive van jullie. Dus echt mooi hoe je dat naar ons toe gepresenteerd hebt. Wij denken dat je een product hebt wat daarmee ook echt een onderscheidend product in de markt is. We hebben ook gezegd dat het is een soort reinvent of een soort vintage, want de zuurkool vroeger in de potten of weet ik wat allemaal. Noord-Holland, ik weet niet of je het weet, maar dit is de bakermat van zuurkool in Nederland. Daar ga je echt een hele nieuwe smoel aan geven. Dus voor ons was er eigenlijk allemaal geen enkele twijfel dat jullie echt die eerste prijs echt verdienen. Gefeliciteerd. Ik zie stralende gezichten in beeld en ook andere foodhelden die namens mij en het gehele panel ook nog even een applaus krijgen voor vandaag. Met wie willen jullie graag gaan sparren als sauerkraut zijnde? Ah, hoi. We dachten dat je nog met iemand anders bezig bent. Wij zijn inderdaad een beetje hyper. Dankjewel voor deze eer. Wij gaan kiezen voor Ruud op dit moment, Ruud Sanders. Voor ons ben je een bekendheid in innovatief. Eigenlijk ook een klassiek product innovatief maken. Iets wat heel erg logisch voelt.
Daar vinden wij jou eigenlijk echt wel een topper in. Dus wij zijn ook benieuwd naar jouw netwerk en op welke manier jij ons zou kunnen helpen om deze volgende stappen voor ons te maken. Dus ja, vooral dat eigenlijk voor nu. Maar dankjewel allemaal. Ontzettend bedankt. We zullen al samen goed naar gaan kijken. Graag. Nogmaals gefeliciteerd. We gaan aan Shocking lekker vragen met wie zij willen sparren. En Ruud is dan natuurlijk al vergeven. Nou, als eerste heel erg bedankt. We zijn enorm overweldigd. En ik denk dat wij gaan voor Drianne de Bie. Ik denk dat zij ons wel echt heel erg nog verder kan helpen. En gewoon heel erg bedankt voor dat we deze prijs mogen in ontvangst mogen nemen. En, we zijn helemaal overweldigd. Superleuk. Ik heb er heel erg veel zin in ons gesprek. En ik denk dat ik qua pitchen ook nog wel wat van jullie kan leren. Dus, top, dankjewel. Super, dankjewel voor het compliment. Rotterfish, met wie willen jullie gaan sparren? Super bedankt. Echt super blij. Heel leuk. Ik moest wel even twijfelen, maar ik toch Mike, die de eerste vraag aan mij stelde. Ik vond het wel heel tof hoe hij aansloot meteen bij het verhaal. En ik denk dat we wel een hele leuke andere opuur kunnen neerzetten. Dus ik zou graag met hem willen zitten. Dat gaan we doen, hè, bij deze afgesproken. En onder één voorwaarde is dat we natuurlijk wel in het mooie Rotterdam samen kunnen komen. Zodat we ook echt dat Rotterdamse gevoel daarin kunnen leggen in dat gesprek. Geen probleem. We gaan in de container anderhalf uur staan. Allright, dat is heerlijk. En dan nu wel de aanmoedigingsprijs, Bommerang. Die aanmoedigingsprijs kunnen we zeker heel erg gebruiken. We zijn nog een beetje aan het struggelen van het product loopt goed. Waar gaan we nu heen? En ik denk dat Sjors ons daar heel erg goed mee kan helpen. Sjors Kruiper. Dus het lijkt ons heel erg leuk als jij met ons zou willen sparren daarover. Ik zit in de fruitwereld, dus wie weet wat dat nog kan gaan brengen. Dus dat gaan we doen. Heel erg leuk. Dankjewel. Geniet van die kostbare anderhalf uur. Want onze panelleden, we hebben het in de aankondigingen natuurlijk gezien, die hebben maar een druk en mooi ondernemend leven. En dan ook nog gericht op duurzaamheid. Alles dat zo mooi aansluit bij Dutch Food Week. Dus dank voor jullie tijd vandaag. En ook dank voor het feit dat jullie willen gaan sparren met al die prachtige foodhelden. Foodhelden. Even zwaaien allemaal. Hoe gaat het met jullie? Zit de energie er nog een beetje in? Want morgen gaat het gewoon weer door. Hè? Het brainstormen en het werken aan je plan. Iedere dag is een nieuwe dag om weer een nieuwe kans te pakken. En misschien is het goed om Saskia nog heel even te vragen, omdat we hier vanuit deze mooie locatie de uitzending hebben gemaakt. Wat verwacht je van de toekomst en van al die jonge helden? Ja, ik verwacht van al deze mensen dat ik ze toch een keer ook ga ontmoeten op de Brightlands. In welke fase dan ook van hun leven. Bij ons kan je altijd sparren. Dat hoeft niet op anderhalf uur vastgeklemd te worden. Voel je vrij om te komen. Als er een vraag is, het kan altijd. Daar zijn we voor op aarde. Ik vind het zelf ook heel erg leuk dat deze panelleden hier waren. Je vindt ze niet zo gauw bij elkaar als het overleven deze dag. En ik ben wel blij en trots. Ik vind het mooi. Leuke middag. Ja. Dank. Nou ja, ik stel voor dat we dan nog veel vaker van dit soort mooie middagen gaan organiseren. En tegen jullie wil ik ook namens Dutch Food Week zeggen, wij blijven jullie uiteraard volgen. Dus blijf ook je ideeën, dat werd al veelvuldig gedaan, maar op social media en overal delen. Het werd al gezegd, de Brightlands Campus Greenport Venlo, daar is waar we vandaag staan. En ik wil de locatie nogmaals bedanken. Ook alle panelleden nogmaals bedankt. Foodhelden, dank jullie wel. En tot slot, helemaal niet te vergeten natuurlijk de kijker die vandaag het programma met ons mee wilde beleven. Dankjewel voor het kijken. Dutch Food Week is er het hele jaar zichtbaar op sociale media, maar ook op dutchfoodweek.nl. En ik hoop je snel in een volgende uitzending terug te zien. Wie weet tot dan.